Parlementariër Mahinder Joggi van de VHP die geeft aan in een gesprek met TBN Prime Alert ook geschrokken te zijn van de verhoogde benzinetarieven. Maar dat is niet de schuld van de president, dat is niet de schuld van deze regering. Waar we de schuld moeten zoeken is 10 jaar wanbeleid, regering Boutersen en ook nog de internationale prijzen voor benzine. Verder spraken wij met de parlementariër over de vele onder water gelopen gebieden. U hoort parlementariër Mahinder Joggi. Het volk heeft gelijk om te schrikken van dit bedrag. Ik schrik ook van dit bedrag. En ik heb vanmorgen hier gevraagd aan de voorzitter van het parlement of ik voor de aanvang van de vergadering wat punten kon maken met betrekking tot wateroverlast en met betrekking tot de brandstofprijs. En ik heb gevraagd dat de regering tekst en uitleg geeft wat er aan de hand is precies. Mijn informatie is namelijk, het is niet de regering. Niet meneer Santokhi heeft die brandstofprijs verhoogd. De brandstofprijs komt tot stand afhankelijk van wat de wereldmarktprijs is van crude oil, ruwe olie. En we zien de laatste tijd dat inderdaad de brandstofprijs op de wereldmarkt een stijgende trend vertoont. Nu, als de marktwaarde toeneemt, de prijs stijgt, gaan wij dat ook merken. In Amerika is er een prijsstijging van 54%. In Europa is dat ook zo. Ook in Suriname is dat zo. We zitten natuurlijk nog veel lager dan landen in de regio in Europa zelf. Als we kijken naar 24, het is 1 euro en nog een paar centen. Maar het is veel. Het is veel voor onze mensen. Wij verdienen geen euro's. We verdienen geen dollars. Dus het is veel voor onze mensen. Ik heb ook begrepen dat nog er een subsidie is vanuit de overheid op die brandstof. En als dat die brandstof weggehaald wordt, wij dan ergens die 24 gebracht wordt naar 30, zoveel. Dus die regering doet binnen haar mogelijkheden toch haar best om die prijs een beetje naar beneden te houden. Maar de regering kan niet alles. Omdat, nogmaals, de prijsontwikkeling afhankelijk is van de internationale trend. Maar ook die oorlog in Oekraïne beïnvloedt de prijs niet alleen van brandstof, maar ook van levensmiddelen. Ook de prijs van graan, ook de prijs van paddy. Al de dringers verhogen, nemen toe. Dus Oekraïne is een grote producent van een aantal producten. En door die oorlog ontstaat er schaarste. Mensen kunnen activiteiten niet ontplooien, dus dit ontstaat. Maar dat van brandstof is ernstig, het is hoog, maar het is niet de schuld van die regering. Laten we dat duidelijk stellen. Als die koers 2,80 zou zijn voor een Amerikaanse dollar bijvoorbeeld, dan zouden we vandaag niet meer dan 3,50 gulden betalen voor een liter brandstof. Maar omdat die koers 20 is en 21 is, en dat we omrekenen, dan betalen we 24 SRD. Dus had meneer Boutersen in 2020 een koers van 2,80 achtergelaten, en in 2 jaar had deze regering die koers naar 2,60 gebracht bijvoorbeeld, dan zou de brandstof 3,80 zijn. Omdat die brandstof vandaag duur is, het komt omdat 1, de wereldmarktprijs, maar omdat die koers hoog is, is die verrekeningsfactor groot. Dus die prijsstijging vandaag is het gevolg van het gevoerd beleid van meneer Boutersen van de afgelopen 10 jaar. En mensen gaan dat niet willen geloven. Maar nogmaals, wanneer die koers 2,80 zou zijn, zou een liter brandstof vandaag niet meer dan 3,25, 3,50 kost SRD kosten. Omdat die koers hoog is, kost dat. Ondanks het feit dat de regering nog 6 gulden zoveel subsidieert. Dus het is een lastige situatie. Het zal voorlopig zo lastig blijven. De regering kan niet alle geld stoppen in subsidie. Ik heb begrepen dat er geen government take nu wordt gegeven. Dus de regering verdient nauwelijks uit die olie. Integendeel, uit andere inkomsten probeert de overheid geld te stoppen om die brandstofprijs een beetje laag te houden. Dat is wat ik kan zeggen. Maar heer Joggi, regeren is vooruitzien. Wat hoopt u dat de regering dan toch doet om die schokken zo minimaal te houden voor die gemeenschap? Ik denk dat de regering ook beperkt is. Alhoewel de regering graag de schokken zou willen beperken. We zien dat de regering inderdaad die maatregelen treft om die schokken te beperken. 1. Er is subsidie op die brandstof van 6 gulden zoveel. 2. Is namelijk dat we zien dat een enorme salarisverhoging zich heeft voltrokken. Per
afgelopen maart, denk ik, april. En dat er is beloofd door die regering om wederom in. Dus de mensen worden niet in de steek gelaten door die regering. Je hebt zelf gezien de belastingkorting voor loontrekkers, de wet omzetbelasting. Dus die regering geeft terug om die schokken inderdaad minder te laten zijn. Maar de regering kan niet alles, omdat ook daar bij die regering de mogelijkheden beperkt zijn. Dat ziet u zelf. En u zegt, heer Jogi, u wilde ook vandaag wat meer teksten uitleggen over wateroverlast. Wat wilt u graag weten? Ik ga u zeggen, ik ben moe van het verhaal van ik heb geen geld op de begroting, ik heb geen geld op de begroting. Ministers moeten hun best doen, hun uiterste best doen, beleid maken om die samenleving te helpen. Je gaat nu niet vandaag pompgemalen inspecteren, terwijl we al vanaf april vorig jaar regen hebben. Je gaat nu niet graafmachines loslaten om lozingen op te schonen, terwijl we weten dat die regentijd aanbreekt. We hebben gezien wat in het binnenland is gebeurd, toch? En er moet een aantal maatregelen getroffen worden. Ik heb gereden, ben gegaan ook bij een aantal mensen op leidingen. Criolla ben ik eergisteren geweest, mensen van Criolla hebben me gebeld. Vijfde rij op Pomona. De zaak is triest, toch? Mentendam was ik vorige week, toch? Het regent, erven onder water, straten onder water. Kijk, wij onderkennen dat de neerslag enorm is. Maar we moeten wat minimaal wat maatregelen hebben. We hebben al lang gezet, zet een pompgemaal in die Saramaka-kanaal aan de zijde van Uitkijk. Ga door met de ontwateringsplan zoals toen was begonnen door minister Kanhai, om Paramaribo te ontwateren. Trek die twee grote lozingen naar de Atlantische Oceaan. Breng het water van Eureka richting Oceaan. Het water van Eureka project, kijk waar het ligt, vierde rijweg. Maakt een omweg via Leidingen, de Saramaka-kanaal, legt bijna 50 kilometer af om aan te komen in de Suriname-rivier. Dan gaan we toch onder water lopen. Breng dat water op een korte afstand, keer hem om de richting en breng hem naar weg naar zeegebied, naar de oceaan. Dus ik denk dat we serieus over dit punt met die president moeten praten. Dat is onze enige hoop en de minister van Financiën. Want ook bepaalde delen van Saramaka, bijvoorbeeld Nikeri, die zijn verklaard tot rampgebied. En ik begreep dat er een noodfonds is. En die noodfonds moet aangesproken worden om die mensen te bevrijden. U bent zelf op straat geweest. Ik heb u gezien in programma's. U hebt zelf gezien hoe hoog de nood is. Hoe zwaar die leed is. Mensen in slaapkamer, mensen in voorzaal is onder water. Mensen zetten pallets in huis om te lopen daarop. Je kan nauwelijks in de keuken staan. Ik weet niet of bepaalde ministers dat gewend zijn en dat gezien hebben en in die situatie zouden willen werken en wonen en leven. Wij moeten heel serieus, dat heeft meer impact straks, productievermindering, verlies, armoede, gebrek aan landbouwproducten straks op de markt. Straks gaat u één soproppe kopen voor 50 SRD en dan gaat men zeggen, dan grow my make money. U gaat één boulangerie kopen voor 50 SRD, dan gaat men huilen. Maar er is niks, alles is onder water. Messen is duur, alles aan dieren, dus men moet inkomen sowieso. Maar dit zijn toch ook zaken, heer Jogi, op basis waarvan die regering en ook met name de VHP toch ook beoordeeld wordt door die samenleving? Die president wordt elke dag uitgescholden omdat bepaalde ministers hun werk niet goed doen. Omdat bepaalde ambtenaren hun werk niet goed doen. Alasana chan chan disi chan dati chan disi chan dati. Dat is wat gebeurt. Dus daarom heb ik u net gezegd. Mijn hoop is gevestigd op die president en op die minister. En op die minister van Financiën. En die president moet opdracht geven, uitvoeren, minister. Je moet dat doen, dat doen, dat doen. Dat is wat moet gebeuren.